Nee, dat is niet de uitvoerende politietaak. De kunstje hebben jullie dus precies van de week. Dat is niet waar, hè? Er zitten hier een paar mensen bij elkaar. Dat lijkt af van de straat. En dan willen wij weten wie het zijn. Er zitten daar ook allemaal mensen bij elkaar. Dat is gewoon niet waar. Nee, dat is een beetje raar. Wij worden niet ergens van verdacht, toch? Is het niet ergens van verdacht? Nee, maar dat is de vraag aan jou. Word ik ergens van verdacht? Nee. Dan hoef ik me ook niet te legitimeren, toch? Ik wil alleen weten wie hier op dit moment zijn. Nou, ik heet Karen Maria. Dat hoef jij niet vast te leggen met dat plastic kaartje. Dat heb ik geleerd van de week. En hebben je collega's dit ook gedaan. Als wij niet ergens van verdacht worden van iets waar je, geloof ik, 4 jaar de bak voor in kan draaien, hoef je mijn legitimatiebewijs niet te vragen. Want ik word nergens van verdacht. Ik zit hier op een bankje. Ik sta met 2 mannen te praten. Dus ik hoef me niet te legitimeren dan. En sterker nog, dan wil ik eerst dat jullie je gaan legitimeren. Dat zijn we zeker. En dat maar nog steeds voor. Hoef ik me niet te legitimeren. Nou, ik weet niet wie u verteld heeft dat u pas de wet? Destijds u verdacht is wanneer u verdacht wordt. Hij is de wet. Als de wet zegt dat u verdacht wordt, op het moment dat u nodig is. Als u nu gaat googlen en dat u denkt wanneer moet u mij eigenlijk niet in de tijd zijn. Er is iets veranderd in de wet. Nou, u kunt het zo. Het is gewoon niet waar. Nee, volgens mij. 42. We staan hier bij Haagse Harry. Een stukje wierook. Nee, dat hoeft alleen. Dan weten we precies met wie we te maken hebben. Nee, dit is niet waar. Dit is een spelletje. En dan gaan jullie net zo lang door. En dan ga je vorderen. En dan ga je zeggen nu. En... Maar het is niet waar. Ja, gewoon weer onrustig. Nee, maar dit is heel naar. Dus dan kom je eerst met ons praten. Ja, ik wil eerst dat ze weten van hoe je. En er is niks aan de hand. Je weet dat er niks aan de hand is. Ja, dat wij hier gewoon zitten. Ja. En dan ga je nu legitimatie. Ja, het is zo flauw. Het is echt zo flauw. Je zegt net zelf, ja, daar ben ik niet politieagent voor geworden. Nee, nou dit ook niet. Ja, maar het is wel onderdeel van mijn werk ook onderdeel vast te leggen. Nee, dat is niet waar. Dat weet je zelf ook heel goed. Ja, dat weet je heel goed dat het zo werkt. Dat, ik hoef me niet te legitimeren. Jawel, op het moment dat het nodig is voor de uitvoering van de politie staat dan nog. Het is geen politietaak. We worden nergens van verdacht. We doen niks. Ik zit niemand in de weg. Ik hou jou niet van je werk in die zin. Ik doe geen obstructie. Ik doe helemaal niks. Dus ik hoef mij niet te legitimeren. Nee, maar dan ga je de dingen zitten scannen en zo. Ik wil het gewoon niet.
Nee, maar dat doen jullie nu dus. Dus jullie zijn ons nu aan het provoceren eigenlijk. Dus ik wil gewoon naar huis. Ik wil gewoon weg. U vraagt om ons. Mag ik gewoon het gebied verlaten? Want ik heb niks misdaan, toch? Dus dan ga ik gewoon naar huis. Ik ga gewoon naar huis. Ja, ga je doen? Oh, wacht even. Oh, mag niet naar huis? Nee, dan ga ik niet naar huis. Dan krijgen we dit weer. Wat willen jullie nou? Wat is dit voor spel? Wat is dit? Nou, ik film het allemaal. To be continued. Nou, weet je wat we gaan doen? Ik ga ze geven wat ze willen. Maar dit keer ga ik wel een rechtszaak beginnen. Dit is echt niet normaal dit. Dit is echt ziek. De wereld is echt ziek geworden. Wat zijn jullie aan het doen? Het is gewoon machtsvertoon dit. Het is gewoon de politiestaat. Maar ik ga je het kaartje tonen. Maar je mag het niet scannen, want je mag het niet scannen, want ik word nergens van verdacht. Nee, dat is niet waar. Dat is ook niet waar. Nee, dat is niet waar. Dit is niet waar. Het is gewoon niet waar. Dit is mijn identiteit. Dit heeft niet mijn identiteit. Dit is een legitimatie. Bij is een plasticje. En jij gaat hier de wet overtreden nu door dit van mij te vragen. Want jij mag dat helemaal niet scannen. Je mag het zien. Je mag het inzien. Ik heb een toonplicht. Ik toon het jou. Ik ben niet bezig met een machtsspelletje, maar dit klopt gewoon niet. Zou je hem mij kunnen overhandigen? Nee, dan moet je hem afpakken. Ik ga hem niet overhandigen. Dus je gaat hem afpakken? Dus onder dwang, hè? Dan ga je hem onder dwang ga je hem afpakken. Ga je hem onder dwang afpakken? Ik geef hem je niet, want ik ga geen contract met jou aan. Nee, ik ga ook geen contract. Dus je zal hem onrechtmatig moeten verkrijgen. Ik ga ook geen contract met u aan. Maar dat kan gebeuren gewoon. Ja, er komt nog een agentje bij, hallo. Zou je ze ook dan even willen legitimeren? Ja, dat je van de politie bent. Ik ga meestal van wat je boutje aan de hand. Ja, dat weten wij ook niet. Wij zaten hier gewoon te praten op een bankje. Heel onschuldig. Ik heb hem scannen, maar je hoeft hem ook niet te scannen. Ik heb niks misdaan, hè? Word ik verdacht van een misdrijf? Ik moet toch wel even. Maar het is een vraag aan jou. Word ik verdacht van een misdrijf? Nou, ik ga alleen even... Ja, jullie hebben niks te doen, dus jullie doen dit spelletje. En dan krijg jij weer een vinkje of zo. Ja, dat is wel zo. Je moet mij van iets verdenken. Maar ik ben van niks verdacht, want ik zit daar op een bankje. Zou ik het uitleggen of niet? Nee, hoef je mij niet uit te leggen. Zou de achterkant in ieder geval aan mij kunnen tonen? Dank u wel. Wat een rot energie is dit, jongens. Zo flauw dit. Maar twee keer in de week, dus knap. Ondertussen ben je volgens mij iets anders aan het doen, maar niet uit. Nou ja, ik probeer even dit te lezen. Dus als je hem even stil wilt houden van mij, dan kan ik dat lezen. En anders dan zijn we hier nog heel lang bezig. We gaan moeten maken gewoon ter inzage overhandigen. Ja, als ik hem kan lezen, dan vind ik het goed. Dan ga je hem van me afpakken. Je moet hem ter inzage overhandigen. Nee, ik overhandig hem niet. Ik geef hem niet af, ik toon hem. Ja, dan kan ik drinken. Hoe laat is het? Ja, alles is dicht, man. Het is allemaal. Misschien een snackpuntje.